Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, vindt het een goede stap dat Reshma Mangre, voorzitter van BVL ALS, de politiek ingaat. Berenstein benadrukt dat een van de uitgangspunten van C47 is dat vakbond en politiek samengaan. De vakbondsleider zegt dat Mangre kennelijk tot de conclusie is gekomen dat het belang van de werknemers niet alleen behartigd kan worden op het niveau van werkgever-werknemer. Hij geeft aan dat er veel conflicten zijn geweest tussen de leiding van het ministerie van Onderwijs en de BVL. En kennelijk heeft Mangre op basis daarvan haar besluit genomen. Dus als je een forum kan vinden waar je de politiek en de politieke besluitvorming mede kan beïnvloeden, ja, dan is dat een juiste stap. Het is een forum boven, ja, of naast die werkgever-werknemer verhouding. Ja, en kijk, als je mevrouw Mangre hebt gevolgd, dan denk ik dus toch wel dat het een hele belangrijke toevoeging is aan wat je op dat forum van de politiek zou kunnen bereiken. En waarom zeg ik dat? Mevrouw Mangre is HBO'er, afgestudeerd. Ik weet niet meer in welke studierichting, maar in ieder geval, dat heeft haar in staat gesteld om over bepaalde onderwerpen binnen de onderwijssector een gedegen studie te maken. Dus los van het constateren van die problemen op het niveau van bij die werkgever, ja, uren, het onderwijssysteem zelf, ja, het constateren van die problematiek, heeft ze vanuit haar studie ook heeft ze ook zich verdiept in hoe brengen we oplossingen. Berenstein zegt dat de stap van Mangre om de politiek in te gaan geen conflict of interest is. Dat is helemaal afhankelijk van de functie die de persoon zal bekleden. Er zal pas sprake zijn van conflict of interest als Mangre bijvoorbeeld een ministersfunctie zal bekleden, geeft Berenstein aan. Maar ik zeg maar een parlementsfunctie, ja, dat is absoluut geen conflict of interest. Dat is nog meer, dat forum waarop je controle kan uitoefenen over het beleid, maar waarbij je dus ook zeg maar de mogelijkheid hebt om wetsproducten via initiatiefwet en meerdere wetten te laten implementeren. Ja, dus het is nogmaals afhankelijk van de positie waarin je gaat bevinden in de politiek. Dus ik neem aan dat ze dus zal kiezen voor een positie, ja, waar er geen sprake is van conflict of interest. Robby Berenstein, voorzitter van vakcentrale C47. Hij benadrukt dat het eerder is voorgekomen dat vakbondsleiders die de politiek zijn ingegaan via een gericht beleid een aantal zaken hebben gerealiseerd voor werknemers.